Het gezelligste festival van Limburg staat weer op het programma dit weekend. Funpop in Horst. Het begon gisteren al, ook daar in de regen. En ook vanochtend hielden ze het niet helemaal droog. We gaan naar collega Ruud van Broekhoven op het festivalterrein. Ruud, heeft die regen nog voor problemen gezorgd daar? Ja, ja en nee kan je zeggen, Wouter. Ik heb de organisatie gesproken en ze zijn eigenlijk tevreden over hoe het nu gaat. Kijk, ja, regen, daar heb je mee te dealen. Het is vandaag droog. Het is nu zelfs een klein zonnetje komt wel aan. Mensen gaan hier nog even uit hun dak. Maar vanmiddag heeft het al geregend. En dan heb je die tentjes voor die ze nu al aan het opruimen zijn. En paraplu's gebruiken ze dan. Het enige waar ze wel een beetje mee zitten is vrijdag heeft het hier enorm geregend. En dan krijg je, dat zei je net ook al, hè, sompige grond. En kijk hier, dit is het hele terrein. Wat we zien. En ja, dan moet je echt met je schoenen doorheen gaan om naar het festivalterrein doorheen te banjeren. Maar dat vinden ze helemaal niet erg, want Funpop is een feest waar ze hier een jaar lang naar uitkijken om te genieten, elkaar weer te zien. Ook van de artiesten zoals vandaag. Hallo. Hoe is het hier? Heel gezellig. Ja? Wat maakt Funpop zo bijzonder? Veel bekende artiesten en mensen die er mee helpen. En nu is het natuurlijk een beetje modderig, het is nat geweest. Wat vinden jullie daarvan? Nou, leuk, geweldig. Wel? Ja, zeker wel. Maar niet dat het is regen vandaag geweest, modderig. Vind je dat niet erg? Nee hoor. Nee, maar het valt uiteindelijk best wel mee, vind ik. Want het zijn af en toe wel een beetje bedreigend zoals nu, maar het zijn een beetje spettertjes. Dus het had erger gekund. Hartstikke leuk. Ja? Kijkt u elk jaar uit naar Funpop? Ik wel. Wat is nou zo mooi aan Funpop? De artiesten die er komen. Ja, dat was vanmiddag en nu zijn ze nog bezig. Het is bijna afgelopen. De laatste artiesten staan op het podium. Het laatste keer nog even in het reuzenrad hier. En dan maken ze zich op voor dag 3 bij Funpop. Mensen gaan langzaamaan weer naar huis. Al blijven ze hier wel in de buurt. Want hier komt iedereen uit Limburg. En daarom zitten mensen in vakantiehuizen, hotellen. En in de buurt slapen ze. Morgen zijn ze er weer. De organisatie zegt, ze houden buienradar in de gaten. Mocht het gaan onweren, dan komt er een plan B uit de kast. Maar de hoop is niet op. Ze hopen op net zo'n mooie dag als vandaag en gisteren.